De afgelopen 10 jaar is het Tilburgse centrum ingrijpend veranderd, maar de verkeerssituatie in Tilburg amper. De gemeente wil meer rust op de heuvel gaan creëren en de Cityring veranderen. Maar wat zouden de Tilburgers met het verkeer op de Cityring doen? Een verandering van de, ja, dus meer, toch meer richting. Ja, Tilburg heeft de neiging om elke 20 jaar het zaakje om te gooien. Hè? Alle bomen eruit, nieuwe erin. Dus ik heb er niet zoveel vertrouwen in dat dat een duurzame oplossing gaat worden, wat ze dan ook kiezen. Ja, het is allemaal modern geworden, maar het wordt een beetje slechter geworden weinig. Maar ik vind dat wel een klein beetje verbeterd in verband met die groene strook. Dat ze niet elkaar kunnen passeren. De Cityring die moet gewoon autovrij worden. Ja, die is te druk. Die is te druk. Het is natuurlijk wel goed als er minder auto's in het centrum zijn, daar ben ik helemaal voor. Maar wat voor de stad wel handig zou zijn, is dat het wat rustiger wordt qua verkeer. Nou ja, als ze er allemaal aanhouden, dan denk ik dat best over... Nou ja, er zijn wel onoverzichtelijke kruispunten die aangepakt moeten worden. Gewoon niet hard rijden. Meer kunnen niet doen, denk ik, hè? Nou, sowieso dat het veiliger wordt, inderdaad. En dus ik denk dat autovrij eigenlijk wel een heel goed plan is. Ja, ik vind het een goede idee als het wordt 30. Voor mij mag 25. Als je bent in snelweg, dan mag jij hoogsnelheid, vind ik. 30 dan toch wel? Ik denk dat 50 dan te hard is. 30 is wel heel traag. Dan wordt het toch gauw 40. Moet je weer gaan controleren. Ik denk dat op de ring maar wel 50 kan. Dan is 50 wel een mooie snelheid, denk ik. Als jij kijkt van die weg van was het McDonald's, zeg maar. Daar is dat doen ze rallydag. Ja. En dan heb je die scherp bord, dus de stoplicht. Maar als groen is, dan zie je die auto die bijna mist die bord.